Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag ga ik het hebben over digitale signalen in de ether. Laat je niet afschrikken, ik probeer het op een zo begrijpelijk mogelijke manier te vertellen. Bij uitzendingen in de ether kan het gaan om spraak of televisie, maar ook om data. Op zich is het uitzenden van data al heel erg oud. Eerst werd er data uitgezonden en pas daarna spraak, want Morsecode is ook data. Het is een digitaal signaal. Veel van de nu uitgezonden signalen, ook als het om spraak of televisie gaat, zijn tegenwoordig digitaal. Dat heeft meerdere voordelen. Bijvoorbeeld geen ruis, signalen kunnen digitaal een grotere reikwijdte hebben en het is ook mogelijk om de bandbreedte effectiever te gebruiken door bijvoorbeeld meerdere televisieprogramma's in één uitzending te stoppen, zoals bijvoorbeeld bij het kijken naar televisie via de schotel gebeurt. Even een korte blik in de historie. De telegraaf, dat wil zeggen het seinen met morse via de kabel, wordt gezien als voorloper van de draadloze uitzendingen. De telegraaf werd als eerste gebruikt toen rond 1830 de eerste spoorlijnen opkwamen. Mensen bij de volgende stations moesten weten dat er een trein in aantocht was, zodat ze niet zelf een trein in omgekeerde richting lieten starten. Voor het instellen van de seinpalen moest er gecommuniceerd worden en dat ging via draden. In eerste instantie was dat vrij primitief, later kwam morse in gebruik en andere technieken. In de jaren daarop werd de morsetelegraaf ook gebruikt voor het verspreiden van telegrammen en met name voor het verspreiden van nieuws door kranten. Een aantal kranten wereldwijd, ook nu nog, hebben namen die aan die periode herinneren. In Nederland is dat bijvoorbeeld het geval bij de krant De Telegraaf. Tussen 1850 en 1900 kwamen ook andere systemen op, met name de eerste telexmachines die de tekst op papier opschreven zonder tussenkomst van een marconist. Net voor 1900 begonnen de eerste experimenten met draadloze communicatie. De eerste zendamateurs waren rond die periode al actief. Rond 1902 werden er al bouwpakketten voor eenvoudige zenders en ontvangers aangeboden en ook de eerste zendamateurtijdschriften dateren van die tijd. Overigens waren er ook voor die periode al hobbyisten met telegrafie actief. Dit waren veelal groepjes mensen die over korte afstand eigen telegraafnetwerken opzetten, dikwijls lokaal binnen de eigen woonplaats om met andere hobbyisten te communiceren. Net na 1920 werd er voor het eerst met spraak en muziek geëxperimenteerd, uiteraard alles analoog. Uiteraard werd ook de telex die eerst via de kabelnetwerken van de telegraaf waren gebruikt ook in de ether toegepast. En er kwamen ook systemen die specifiek bedoeld waren om via de ether te gebruiken. Een van de meest interessante hiervan was de zogenaamde Hellschreiber, bedacht in Duitsland in de jaren 30. De Hellschreiber zendt geen letters uit zoals een telex dat doet. In plaats daarvan zendt het voor iedere letter een heel klein plaatje uit, precies zoals een faxmachine dat zou doen. Waarbij morse het oor van de marconist is die een signaal tussen alle storing vandaan moet halen, is het bij de Hellschreiber het oog van de lezer die de letters tussen de stoorsignalen en de ruis op een papierstrook ziet. De tegenwoordige digitale signalen zijn veel geavanceerder dan die uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Denk maar aan de telefoonmodems die er eind jaren 80 waren. De eerste modems waren 75 baud naar de server toe en 1200 baud retour. Maar de telefoonmodems werden steeds sneller. 14,4 kilobaud in beide richtingen, 28,8 kilobaud. Ja, wie herinnert het zich nog, hè? Zo zijn ook de signalen via de ether steeds verder geëvolueerd. De signalen zijn nu uitermate snel, hebben zelfreparerend vermogen en er kunnen meerdere dingen tegelijk worden uitgezonden en ze werken ook nog op een hogere snelheid. Ook kunnen diverse zenders en ontvangers op dezelfde frequentie werken zonder elkaar te storen. Denk maar aan bijvoorbeeld hoe een wifi-netwerk werkt. Het aantal kanalen bij wifi is beperkt en er zijn veel gebruikers. Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn antennes die in een bepaalde richting stralen, niet meer zendvermogen gebruiken dan nodig is en bijvoorbeeld als het kanaal in gebruik is korte tijd wachten tot het weer vrij is. In deel 2 van deze bijdrage over digitale signalen ga ik het onder andere hebben over het uitzenden van foto's en andere technieken. Verder ga ik binnenkort ook enkele foto's uitzenden die je met een smartphone voor de luidspreker van de radio zichtbaar kunt maken. Nee, dat is geen grap, dat kan echt. Ik zet een aantal pieptonen uit die op je smartphone weergegeven een kleurenfoto vormen. Ten slotte, ik weet niet of het hoorbaar was, maar tegelijkertijd met deze bijdrage heb ik ook tekst uitgezonden via het oude Duitse systeem van de Hellschreiber uit de jaren 30. Dat signaal was met de standaard Slow Hell een moderne variant op het systeem. Met de juiste software kun je dat op een computerscherm of op een smartphone zichtbaar maken. De informatie in deze uitzending zit op een frequentie van 90 Hz. Stay tuned de komende dagen voor deel 2 over digitale signalen. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.